Yes. Goed. Nou, succesvolle maatregelen. Hoe nu verder? Eerst even een positieve noot. We hebben nu gezien bij de, in de tongreep dat succesvol herstellen dus echt wel mogelijk is. Kijk, Nederland kleurt helemaal rood op de kaart van de EU qua waterkwaliteit. Maar er zijn dus echt wel mogelijkheden om je systeem te herstellen. Dus dat is eigenlijk een fijn iets om mee te beginnen. Ik ga drie onderwerpen behandelen in mijn praatje. Dat begint met de keuze van de maatregelen. Van ja, welke maatregelen moet je nou kiezen om, succesvol herstel te kunnen plegen. Verder ga ik in op het vaststellen of die maatregelen die je neemt nou effectief zijn. En tenslotte maak ik nog een uitstapje naar de bioethiek. Om te kijken van ja, wat voor invloed heeft die bioethiek nou op het formuleren van de doelen bij je herstelprojecten. Beginnen we met het systeem en de grotere schaal en de kleinere schalen. Wat je ziet is dat eigenlijk alle Nederlandse waterlichamen onder druk staan van verschillende stressoren. Dus ja, je kan eigenlijk spreken van een stresscocktail of een multistress situatie. En wat je ziet is dat die stressoren op verschillende schalen spelen. Je hebt dus meer diffuse inputs, hydrologische verstoringen, die allemaal op een relatief hoog schaalniveau spelen. Maar je hebt ook echt hele kleinschalige puntlozingen die wel grootschalige invloed kunnen hebben, maar eigenlijk op één plek maar in het systeem komen. Wat je ziet is dat al die stressoren eigenlijk gereduceerd kunnen worden tot een relatief beperkt aantal sleutelfactoren die uiteindelijk bepalen van of de ecologie, hoe de ecologie daarop reageert. Neem de macrofauna waarbij je ziet dat factoren als stroming en zuurstof en de samenstelling van het habitat uiteindelijk bepalen of een soort zijn levenscyclus op een plek kan volbrengen of niet. Wat je dus moet doen op het moment dat je herstel gaat plegen, is integraal in beeld brengen van wat deze stressoren nou zijn. Alleen op het moment dat je dus in beeld hebt welke verschillende vormen van stress te ingrijpen op je systeem, dan pas kan je eigenlijk effectieve maatregelen nemen. Want op het moment dat je een maatregel, neem de tongreep van het voorbeeld van Gea net, van op het moment dat je die RWZI niet had aangepakt en je had je maatregelen genomen verder beneden strooms, dan had je veel minder effecten gezien dan dat je die RWZI wel had aangepakt. Dus wat je moet doen is in eerste instantie een systeemanalyse doen van zo'n stroomgebied en kijken van ja, wat speelt er nou en hoe werkt dat door op het systeem. Daarmee krijg je de knelpunten voor de ecologie in beeld en dan weet je ook precies op welke schaal eigenlijk die stressoren ingrijpen. En dat is ook precies de reden dat we binnen de KUWK nu bezig zijn met het ontwikkelen van die stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyses. Waar we met Waterschap Limburg mee begonnen zijn een aantal jaar geleden. En dat nu in de KUWK verder uitbreiden naar verschillende stroomgebieden in het land. En ook voor stilstaande wateren bezig zijn om te kijken of we zo'n systeem kunnen ontwikkelen. Op het moment dat je die stressoren op de verschillende schaalniveaus in beeld hebt, dan dat biedt mogelijkheden om te gaan kijken van ja, welke maatregelen heb je nu nodig om al die verschillende knelpunten in het stroomgebied op te heffen. En wat je dan ziet is dat eigenlijk een enkelvoudige maatregel niet genoeg is. Omdat je met zo'n multistress situatie zit, betekent dat ook dat je dus moet gaan werken met maatregelpakketten of maatregelcombinaties. Wil je eigenlijk voldoen aan al die verschillende eisen die de ecologie stelt, die de soorten stellen om hun levenscyclus te kunnen voltooien. Daarbij is het heel belangrijk om rekening te houden met de schaal waarop die stressor speelt en ook de positie in het stroomgebied waar je maatregelen gaat nemen. Want wat je ziet op het moment dat je maatregelen gaat nemen, is dat je eigenlijk toch altijd op trajectschaal aan het werk bent. Er zijn eigenlijk in Nederland niet echt situaties waarbij je in één keer een heel stroomgebied kan herstellen. Dus in de praktijk ben je altijd bezig met trajectjes. Maar dat betekent alsnog dat je rekening moet houden met wat er op een groter schaalniveau gebeurt. Juist om te voorkomen dat je eigenlijk uiteindelijk geen effecten hebt in het traject waar je maatregelen hebt genomen. Omdat je eigenlijk achterwege hebt gelaten om de echte grootschaligere factoren aan te pakken.
Dus dat is een heel belangrijk ding om te doen op het moment dat je met maatregelen bezig bent. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat we ons beseffen dat eigenlijk niet alles overal kan. Kijk, we leven tenslotte in een dichtbevolkt land waar nog meer is dan natuur. Dus dat betekent dat je toch keuzes moet maken in wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. En tegelijkertijd is er natuurlijk nog wat anders. En het is dat ook we niet in een statische wereld leven. De omstandigheden veranderen ook. Klimaatverandering is daarvan het mooiste voorbeeld natuurlijk. Waarbij je ziet dat er nu dingen gebeuren die we een aantal decennia geleden niet voor mogelijk hielden. Dat betekent dus dat op het moment dat je met maatregelen bezig bent en met de planning ervan, is dat je moet gaan werken met scenario's en met ontwikkelpaden. Hoe gaat het in de toekomst eruit zien en welke wegen moet je bewandelen om dat te realiseren, rekening houden met de dingen die je niet kan veranderen. Dat maakt het voor het bepalen van het doelbereik ook veel makkelijker. Want op het moment dat je dus realistisch bent over het streefbeeld wat je hebt voor een bepaald traject of voor een bepaald stroomgebied, dan kan je ook gaan meten van ja, dan heb je een realistisch doel. En dan kan je ook gaan meten van ja, wat het doelbereik is op het moment dat je verschillende onderdelen van je maatregelpakket bijvoorbeeld uitvoert. Dus hier realistisch in zijn maakt het eigenlijk makkelijker om uiteindelijk te beoordelen van of je je doel nou gehaald hebt met je herstel. Nou, dat gezegd hebben, wil ik even kijken naar van ja, hoe meet je nou of die maatregelen die je genomen hebt ook ecologische effecten hebben? Zoals zowel Jip en Gea al vertelden, is het gewoon enorm belangrijk in dit geval om te werken met die bakkie-designs, met die bakkie-monitors ontwerpen. Want pas op het moment dat je werkt met een voor- en na- en een controle-impact aanpak, kan je uitspraken doen over wat voor effect die maatregelen uiteindelijk gehad hebben. En de grote meerwaarde van dit design ten opzichte van andere vormen van monitoring is dat je ook veel beter kan begrijpen wat de effecten daadwerkelijk zijn geweest van wat je hebt gedaan. En op het moment dat je dat weet, maakt het ook veel makkelijker om zo'n maatregel uit te rollen op andere plekken in het land. Kijk, en de truc blijft die controle. Ook al lukt het je niet om een bakkie design te doen, bijvoorbeeld omdat maatregelen al genomen zijn en je achteraf toch nog wil gaan kijken van ja, doet het nou nog iets in mijn gebied? Dan nog steeds is zo'n controle essentieel, want die controle die scheidt de ontwikkelingen die je in je maatregeltraject ziet van de ontwikkelingen die op een veel grotere schaal in dat gebied plaatsvinden. Wel een heel belangrijk aandachtspunt bij die controles is iets wat tot nu toe vaak nog niet heel erg goed meegenomen is dat de vraag wat een geschikte controle dan eigenlijk is. Dus wat je vaak ziet gebeuren is dat een controle eigenlijk meer bij toeval bijna gekozen wordt omdat er een bovenstrooms traject is waar toevallig een meetpunt ligt. Zonder heel goed te kijken van waar zo'n controle dan eigenlijk aan moet voldoen. Dus ik denk dat in de toekomst dat we heel goed moeten gaan kijken van ja, hoe kies je zo'n controle nou eigenlijk? Een van de middelen die daar heel erg goed bij kan helpen is het op een wat snellere manier kijken op een grotere schaal van wat de toestand is van de beek in je stroomgebied. En daar kan je bijvoorbeeld quickscans voor gebruiken, waarbij je op een relatief simpele manier gaat kijken van ja, wat zit hier nou eigenlijk en komt dat overeen met een plek waar ik bijvoorbeeld een maatregel wil nemen. Dus dat is een van de tools die je kan gebruiken om naar die controles te kijken. Nou, even terug naar de BAKI. Naar die BAKI monitoringsinspanning. En zo'n BAKI monitoringsinspanning is best wel een meetcampagne die daaraan vasthangt. Zoals Jip eerder ook al zei, van ja, je hebt toch drie metingen voor en vier metingen na nodig minstens om iets te kunnen zeggen. Dat betekent toch dat je dan toch al gauw 7 jaar bezig bent. En dat niet alleen, vaak moet je dan op die meetpunten ook nog herhalingen hebben om uiteindelijk statistisch iets te kunnen zeggen. Dat is een hele kluif. En de manier, denk ik, om dit probleem te tackelen is dat je toch veel meer samen moet gaan werken. Waarbij het belangrijk is dat je eigenlijk de krachten bundelt en het op één plek
goed onderzoekt, zodat je weet hoe het precies in elkaar steekt, zodat je heel makkelijk zeg maar die kennis kan projecteren op andere gebieden. Een van de mooiste voorbeelden hiervan vind ik de Zandse pleetsies die op dit moment op verschillende plekken in het land zijn uitgevoerd. Zandse pleetsies is bijna een Nederlandse uitvinding. Dat is een methode die eigenlijk bijna nergens wordt toegepast. En dat is ooit begonnen met op de Veluwe. Waterschap Vallei en Veluwe, natuurmonumenten. Die daar samen met de Wageningen Universiteit, met Wenner, zijn begonnen te kijken naar van ja, hoe kunnen we een beekbodem omhoog brengen en wat voor effecten zou dat hebben. Dus wat je daar zag was dat je dus een samenwerking had tussen echt het beheer, kennisinstellingen. En daar is heel goed gekeken naar van op het moment dat je dat gaat doen, voor en na, van wat voor effecten heeft dat nou. En ook werd daar de vinger aan de pols gehouden om te zien van als je dat heel voorzichtig doet, van hoe werkt dat dan door op het systeem en wat voor effecten heeft dat. Vervolgens is dat voorbeeld op heel erg veel plekken hebben we dat laten zien, is er veel over gepraat. Wat je nu ziet op dit moment is dat eigenlijk die kennis die daar ontwikkeld is, doorvertaald wordt naar andere plekken in het land. Bijvoorbeeld bij Waterschap Punzen en Azië in het Anderhoordiepje, bij Waterschap de Dommel in de Tongreep. Daar wordt eigenlijk naar het model van dat onderzoek, zeg maar, en de opzet van de Zandse pleetsie op de Veluwe, wordt daar eenzelfde soort project gedaan. En eigenlijk op deze manier, door samen te werken en door kennis te laten doorstromen, kan je het voor elkaar krijgen om de geschikte technieken, zeg maar, te ontwikkelen die op verschillende plekken toegepast kunnen worden. Dus ik denk dat naar dit model, als je dat bij andere maatregelen ook doet, dat je eigenlijk veel meer kan winnen zonder dat het eigenlijk heel erg veel inspanning kost. Tot slot wil ik nog wat zeggen over de rol van de biotiek in het herstel. Wat we nu eigenlijk vooral aan het doen zijn, is het creëren van de abiotische randvoorwaarden voor de ecologie om zich weer te kunnen vestigen op plekken die hersteld zijn. Maar wat we steeds meer zien op dit moment is dat het eigenlijk geen garantie is voor de terugkeer van de doelsoorten. In de Tongreep zag je heel mooi dat je daar een bijna intact systeem nog in de kop van het systeem hebt liggen, waar nog heel veel soorten aanwezig waren die eigenlijk in het Nederlandse deel verdwenen waren. Maar daardoor had je eigenlijk een directe link tussen je doelsoorten en je hersteltrajecten. Toch zie je in Nederland dat het vaak niet het geval is. Er zijn heel veel gebieden die eigenlijk heel erg ver van bronpopulaties van de doelsoorten af liggen. En daar komt ook nog bij dat vaak de populaties die er nog zijn, dat die heel erg gedecimeerd zijn. Dus daar komen, die soorten zijn heel zeldzaam en die komen nog maar in hele kleine aantallen voor. Dat betekent dat de kans dat zo'n soort terugkeert in een hersteld traject of in een herstelde beek, die eigenlijk helemaal op orde is voor zo'n soort, best wel klein is. Of dat betekent dat het gewoon een hele lange tijd overheen kan gaan voordat zo'n soort dan terugkeert. Dat is één aspect. Een ander aspect is dat die soorten zijn niet alleen. Op het moment dat zo'n soort een beek koloniseert of een ander waterlichaam, dan zie je dat er zijn natuurlijk al allerlei andere soorten aanwezig. En ook daar vinden allerlei interacties mee plaats. En dat heeft ook effect op het succes van de succesvolle vestiging van zo'n doelsoort. Annelieke Bakker heeft hier een heel mooi rapport over geschreven. En dat verschijnt ook binnenkort op de Kennisimpuls website. Dus dat gaat heel erg in op al die interacties. Ik zal zelf nog even ingaan op het dispersieaspect. In feite zijn er drie herstelstrategieën mogelijk op dit moment. We zien dus het belang van die dispersie in. We zien dus dat het echt wel een bottleneck is op dit moment voor ons herstel van onze wateren. Eigenlijk heb je drie opties om dit te verbeteren de komende jaren of decennia. Dat begint eigenlijk met versterken. Eigenlijk zijn er drie V's. Je hebt versterken, verbinden en verplaatsen. En versterken is de eerste. En dat betekent dat je eigenlijk de bronpopulaties die er op dit moment liggen, zijn van zeldzame doelsoorten, gaat vergroten.
Dat betekent dus dat je de kwaliteit van die trajecten waar die soorten nog voorkomen moet gaan verbeteren. En tegelijkertijd ook het leefgebied moet gaan vergroten. Dus eigenlijk geeft dat ook een beetje een richtlijn van waar je moet gaan herstellen. Dat betekent dat op het moment dat je dus trajecten hebt waar nog veel doelsoorten voorkomen die op heel veel andere plekken verdwenen zijn, dan zal dat een plek zijn waar je moet gaan beginnen met het vergroten van dat leefgebied van die soorten. Dus dat je eigenlijk je herstelprojecten laat aansluiten bij die bestaande trajecten. Tegelijkertijd verbinden ook een heel belangrijk aspect. Eigenlijk wat je daarmee wil gaan doen is het faciliteren van dispersie van soorten. Je ziet dat veel waterinsecten moeite hebben met het overbruggen van stukken land. En wat daarbij kan helpen is het creëren van corridors tussen beeksystemen of het aanleggen van stapstenen tussen stilstaande water of moerasgebieden. Dus dan kunnen die soorten kunnen bijvoorbeeld bossen of moerasgebied gebruiken om zich te verplaatsen van het ene waterlichaam naar het andere waterlichaam. Eigenlijk is dit onderdeel nog een redelijk grote black box voor aquatische organismen, maar dat is wel zeker iets waar mogelijkheden liggen om herstel te bespoedigen. Tot slot, als 1 en 2... Als we daarmee er niet uitkomen, is er nog een derde optie en dat is het actief verplaatsen van soorten. Er zijn systemen die helemaal op orde zijn, maar zo ver weg liggen van locaties waar nog bompopulaties aanwezig zijn, dat je ook eigenlijk deze soorten een handje zou kunnen gaan helpen. Op het moment dat je weet dat die soorten daar in het verleden gezeten hebben, kan je ze actief verplaatsen van de ene beek naar de andere beek. Ook dit is eigenlijk een veld wat op dit moment heel erg in ontwikkeling is. Er zijn al een aantal succesvolle voorbeelden van op dit moment. En dat zou ook nog een optie kunnen zijn als laatste redmiddel op het moment dat 1 en 2 niet lukken. De conclusies. Drie belangrijke punten. We moeten gaan denken en werken op systeemschaal. Ook al nemen we die maatregelen op trajectschaal. En daarvoor is het heel belangrijk om die systeemanalyse als basis te nemen. En tegelijkertijd ook realistisch te zijn en realistische streefbeelden te gebruiken met betrekking tot de doelen die we hebben bij onze herstelprojecten. De tweede is het heel belangrijk om te leren van de maatregelen die we nemen. Dus registreer wat je doet en probeer zeker bij nieuwe maatregelen of nieuwe maatregelcombinaties te werken met debugging designs. En om dat mogelijk te maken is het heel belangrijk om samen te investeren in goede proefopzetten. En dat betaalt zich vanzelf wel weer uit, omdat dat betekent ook als je het eenmaal weet, dan kan je het heel makkelijk uitrollen op andere plekken in het land. En tot slot is het belangrijk om aandacht te hebben voor de biotiek, terwijl als je een herstelstrategie opstelt. Want het is niet alleen het milieu dat bepaalt of doelsoorten terugkeren, er spelen nog meer dingen een rol. Dat was het. Dus maar één ding nog om te zeggen en dat is aan de slag.